Welkom bij de podcast Zo maak je een cabaretprogramma, gebaseerd op het boek Zo maak je een cabaretprogramma. Toen ik het boek had geschreven, merkte ik dat ik steeds over de inhoud zei. Ja, zo is hoe ik het zie, zo is hoe ik het doe. Er zijn natuurlijk vele werkwijzes. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En toen dacht ik, nou laat ik dat nou eens aan mijn collega's vragen. Hoe doen jullie het? Een cabaretprogramma maken. Mijn naam is Sylvester Zwaneveld en in deze aflevering praat ik met Bert Visser. Ik zit bij Bert thuis. Bert Visser thuis. Prachtige plek. Ja. In mijn hometown, oude hometown Groningen. Ja, ook lekker. Het is ook gewoon een lekkere stad. En ik reed altijd ook door de stad. Ik dacht, er waren twee plekken waar ik wilde wonen. Of hier aan de gracht, dat heet de Hoge der A. Ja. Of hier aan het park. En het is uiteindelijk aan het park geworden. Ah, dat is zo'n fijn plekje. Mijn zus heeft nog in de gracht gewoond. Op een woonbootje daar. Oh, wat is dat? Ja. Ik wou dat zeggen. Ja, nee. In de gracht gewoond. Ja, die had geen kieuwen. Nee, maar heerlijk plekje. Het is niet altijd even handig met reizen. Nou, dat weet je zelf ook wel natuurlijk. Het is... Nee, want als jij helemaal naar Limburg moet of zo. Ja, nee, kijk, Limburg, onder, nee, maar Limburg en Zeeland en zo, dan blijven we altijd gewoon lekker hotel. En dat is natuurlijk ook hartstikke gezellig met een hele club. Maar nee, voor de rest is het boven de grens Arnhem is het gewoon een huis, hoor. Ja, toch? En ik vind het helemaal niet erg. Lekker met een ogen morgen op en radio lekker aan. En dan naar huis tuffelen. Ik ben ook wel een nachtmens. Ik vind het wel, ik vind ik ook. Prima. Ja. Vorm van romantiek hebben we toch terugreizen. Ja, wat ik niet meer doe. En vroeger wel was altijd natuurlijk een uitsmijtertje nemen bij Nunspeet. En een hakballetje bij de Shellpomp. En daar slaan we een beetje over. Ja, Arie, ik zei altijd wel, als ooit de wereld vergaat, dan zijn cabaretiers de enige mensen die overleven. Want wij kunnen op een stoelpunt leven. Ja, Want als we die gehaktballen kunnen verteren, dan... Goeie opmerking, we kunnen op een stoelpunt leven. Ja, man. Ja, nee, ik vind het helemaal niet erg, hoor. En dat ritme heb ik nu ook met die coronatijd ook. Ik ben nog steeds, als mijn vrouw en mijn zoon naar bed zijn, dan vind ik het nog heerlijk om 2 uurtjes beneden een beetje te werken nog, een beetje te rommelen nog. En na een voorstelling bedoel je? Nee, maar nu ook nu in deze coronatijd, daar we niet mogen spelen. Maar ik bedoel, ik blijf een avondmens. De ochtend ben ik gewoon krankje en rustig en wat telefoontjes, maar... s'avonds, dat ritme gaat er ook niet meer uit. Nu begreep ik ook toen ik zei 11 uur, dat je zei, nee, doe maar om 2:30. Nee, 11 uur, dan ben ik wel, nee, dat was dat maar waar. Nee, 11 uur, dan ben ik wel weer bij de leven, hoor. Dat was dan om andere reden. Ja, ik had vandaag van alles, allemaal gedoe dingetjes. Ja, als je maar een beetje bezig blijft, toch? Ja, zeker. Hey, we gaan het hebben over hoe maak je, of zo maak je een cabaretprogramma, zo heet het, een podcast. Hè? Ja, en, ik heb geen idee. Nee, maar dat is het grappige, want elke cabaretier, ik heb er inmiddels 12 gesproken, die zeggen allemaal, maar ik weet het helemaal niet. En dan gaan we in gesprek en dan weten ze het heel goed. Ja. Maar de eerste vraag is steeds, waar begint de voorstelling? Als er nog helemaal niks is. Ik heb nu bijvoorbeeld helemaal... Ja, ik moet een paar voorstellingen nog inhalen. Dat is een jaar geleden. En dus de oude shows moeten gaan spelen. Maar dat wil ik volgend jaar misschien toch wel weer een solo maken. En hoe begint dat? Dat begint nu al een beetje. Gisteren heb ik wat dingen opgeschreven. En gisteren liep ik op straat, zag ik wat, heb ik ingesproken. Dus het begint met hele kleine ideetjes. En bij mij is zo, ik moet eerst de hoofdlijn hebben. Ik heb of een vliegveld, of ik heb een nachtclub, of ik heb nu... Deze voorstelling speelt zich af in een zigeunerkamp, die zigeunerwagens, van die mooie woonwagens. En ik moet voor het nieuwe programma, dat is pas over een jaar, moet ik nog even een klik hebben van, dat is het. Dat wordt het hoofdthema. Ik heb altijd een hoofdthema, dus zeg maar een circus, een schaatsbaan, een kolenmijn, en daaromheen fantaseren. Maar de grote lijn... En is er altijd een locatie? Ja. Eerste locatie. En nu dus die zigeuners, waar ik althans dat programma is bijna klaar. En dan ga ik denken, dan moet iemand bij. Er moet natuurlijk een danser, een zigeunerdanseres bij die te oud is en niet meer kan. Er moet natuurlijk een berentemmer in zitten. Er is allerlei ruzie. En zo ga ik allerlei... Dus je begint met een locatie en vanuit daar vormen. Ja, ik begin altijd met de locatie. Bijvoorbeeld gisteren schoon ik er binnen, wat lijkt me heel mooi... Dat doek open gaat, daar staat een compleet symfonieorkest. Alle instrumenten, alle pauken, al het hele handel. En dat lijkt me ook zo'n mooi beeld. Maar ja, dan heb je dat als voorwaarde. En dan? Nou, dan komt dus een dirigent. Heel grote bos, vlag aan. Maar ja, dan ben je 3 minuten verder. Dus wat komt er dan? Wat voor scène? Wat voor conferentie ga ik dan houden? Waarom is de bus er niet? Zijn ze bij het verkeerde adres, de muzikanten? Of, nou ja. Oh ja, dus je zoekt de problemen van je locatie op. Ja.
Ja. Hey, maar heel veel terug naar die locatie. Hè? Want ik kan me voorstellen dat niet elke locatie een goed idee is. Wanneer weet je dan dat nee, je... Ik, denkt, nou, als maar ik, dit is een goed idee. Als ik bij de locatie genoeg ideeën heb. En ik had bijvoorbeeld ook een paar jaar geleden dacht ik... ik wil een mooi piratenschip op het podium hebben. Nou, dan kom je tot één grap. Dat is een man met een houten been, wat een lucifer is. En die steekt even alles mee aan. en dat is het. En dus, dat heb ik gewoon weggegooid. Want ik weet niet wat ik ermee moet. Ik kom niet verder. Ja, dus er zit te weinig vlees aan. Absoluut, ja. Dat heb ik. God, dan hoort piratenboot en dan dat ook op en neer gaat op het podium, groot decor. En, ja. Maar ik kwam er niet uit. Ik kon er verder niks mee. Nee. En een keer aan het voetbalveld, ook een voetbaltrainer. Was ook niet goed. Dus ja, dat pleur dat er nee, maar. Want het verschil tussen een piratenschip of een vliegveld is voor een leek, denk ja. ik. Nou, maar het vliegveldje, dat was ik. We hebben een huis in Italië en dan vlakbij ons huis is ook zo'n klein vliegveldje. En toen zat ik op de berg een beetje op een bankje te kijken en toen was het zo'n heel kneuterig vliegveldje. En toen dacht ik, dat is wel mooi. Het is natuurlijk een piloot die eigenlijk niet meer mag vliegen. Dan komt de Boeing aan, dus het hele vliegveld, het hele vliegpark is in paniek, want dan komt de Boeing. Nou, dat is natuurlijk uniek voor het hele dorp. Er komt natuurlijk een dikke burgemeester bij. Er komt de slager die het vliegveldje sponsort. En daarmee kwam ik telkens... Hé, tak. Wacht, dat zijn mooie... Dat vliegveldje... Het zijn meestal plekken waar veel mensen bij elkaar komen. Ook een keer... Veel verschillende mensen. Ja. Ik heb ook een keer een vuurtoren heb ik gedaan. Een enorme vuurtorenpodium. En er waren dan twee broers. Een van een nachtclub. En een van een vuurtorenwachter. En natuurlijk ruzie met elkaar. Ruzie met elkaar, hè? Ja, kan me en, nog herinneren. En dan kom ik maar... Heel lul was het toch? Ja, Shelulu en heel lul, ja. Maar ik zit nu ook nog veel te veel in mijn hoofd met ik moet nogmaals iets van 40 voorstellingen of zo geven. En dat is een jaar geleden dat mijn show gestopt is. Dus ik moet eerst het oude programma klaar hebben, uit mijn hoofd hebben. Om een beetje ruimte in je hoofd te creëren? Ja, dat zou natuurlijk in januari, februari, maart en het wordt weer opgeschoven. Dus ik moet eerst dat... Hij moet nog voor tv worden opgenomen. Ik moet een paar weken carré. En dat moet eerst voorbij. En dan heb ik weer lucht in de kop. Oh ja, dus want hoe lang toe je met een voorstelling dan? Ik doe 2,5 jaar ongeveer. Wij doen 310 voorstellingen. Zoiets. Oh ja. Ja. En neem je daarna een jaar vrij dan of zo? Ja, om te schrijven. En ook eerste half jaar doe ik niks. Dan ga ik lekker aan het reizen. En lekker naar Italië. En dan begin ik weer een beetje langzaam aan te keutelen met een nieuw programma. Maar... Het is verschrikkelijk onzeker wanneer ik dit... Ik weet niet wanneer dit... Ja, corona shit. Ja, we waren vorig jaar in Carré en toen zei Madeleine, de directrice van Carré, die zei van... hadden twee weken gespeeld, we zouden nog een week spelen. En toen kwam Madeleine op een zaterdag, dat is de directrice van Carré, die kwam de kleedkamer binnen en zei... Nou Bert, je begint hier maandag weer, maar ik moet het nog zien. En ik zo van, ja, zal wel, weet je wel, dag. Maar dus wel, ze belden de volgende dag op van haal je de komer op. Ja. Dat was het afgelopen. En dat is nou straks een jaar geleden. Ja. Dus ik moet het allemaal weer uit mijn hoofd leren weer. Oh ja, Er is een jaar tussen. Want jij hebt wel, je zegt nou uit je hoofd leren, maar je hebt wel een vorm die er heel erg geïmproviseerd uitziet. Ja. Maar ik weet toevallig uit de interviews en zo dat je heel strak voorbereidt. Ja, als ik aanloop naar een grap al één woord verkeerd zeg, dan is het al mis. Dan is het publiek moet iedere avond indruk hebben van hij schudt het voor ons uit zijn mouw. Hij improviseert 50%. En ik improviseer ook wel wat, maar dat is misschien 3-4%. Maar wel echt is, wat ik nooit zal, als er iets in de zaal gebeurt, vind ik het heel mooi om op te reageren. En ik schiet ook wel eens in de lach op het podium. Maar dat is niet om, dat doe ik er niet om. Dat gebeurt er iets in de coulissen. Of ik struikel. Of ik zie iemand. Of ik hoor achter me in het decor. Hoor ik iemand struikelen. Weer, godverdomme, hoor je dan een van de technici. Dat gebeurt me altijd wel. Daar heb ik er zelf ook wel lol in. Dan zeggen mensen, ja, dat hoort er natuurlijk bij. Want op dat moment lach je altijd. Maar dat is niet zo. Dat vind ik dan net weer te plat om. Precies. Ik vind wel, ik schiet dan ook. En het publiek zegt, er gebeurt helemaal niks. Maar dan hoor ik achter me. Of bijvoorbeeld, ik zit 3 seconden voor een andere scène. En dan hoor ik heel hard rennen in de coulissen. Dat weet ik al, ze zijn een jasje kwijt. Oh ja. Tasje. Dus ook boem, en maar dat heb ik al iets van. De totale paniek in de coulissen. Ja, heerlijk. Ja, heel grappig, ja. Nee, want ik weet nog wel. Ik zei al, ik kom ook uit Groningen. En ja. Toen ik met cabaret wilde beginnen, of dacht dat ik dat kon, toen ben ik natuurlijk alle voorstellingen af gaan kijken. Maar ben ik ook bij jou Don Gaot geweest? Dat is lang geleden, Dat is lang geleden, hè? Met het kanon en de koningsmantel. Ja, met het kanon en de koningsmantel. En zo'n twee-zes bankje. Origami. God, ja, zeg. Ja. En toen ben ik nog een keer gegaan. En toen was ik tegelijk teleurgesteld. En een diep respect voor hoe hetzelfde de voorstelling was. Want ik weet nog, ging je ook niet met een vlieger
Als James Bond. Als James Bond met een vlieg. En dan ging je door een stoeltje heen. Ja, ja. En die hele zaal. Ja. Dan vind ik nog, die zei tegen mij, ja, maar dit is niet, dit is per ongeluk, dit ja, is niet. Ja, ja. Terwijl ik toen ik het voor de tweede keer zag, ja. dacht, zag ook, oh, maar natuurlijk, want wat was anders het einde van, ja. deze scène ja, geweest? Ja, ja, hij trapt dan dwars door dat stoeltje. Ja, door die, ja. ja je trapt door het stoeltje. Ja, heen, ja. ja moest ik helemaal prepareren van tevoren. Oh ja, man. ja, god, kerel. Maar ik had diep respect voor het vakmanschap. Ja. Oh, dat is natuurlijk het vakmanschap, ja. dat je mensen doet geloven dat het ter plekke gebeurt en misgaat. Ja, maar weet je, het publiek komt maar één keer. Of ja, of vaker, maar het komt één keer. En dan, nogmaals, zij moeten een indruk hebben. Dit was voor ons een hele speciale avond. Hij was nu in vorm, nu. En het publiek moet met die gedachte ook weggaan. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dan dat dat gevoel elke keer weer opnieuw nou ja, dan moet het programma... Ja, ik wil niet arrogant zijn, maar dan moet het programma goed in elkaar zitten. Dan kun je lekker omheen stunten. En dat leer je alleen maar door heel veel te spelen. En als het programma goed gebeiteld... Kijk, de basis moet er goed zijn van een programma. Als een basis goed is, dan kun je er omheen toveren. Dan kun je improviseren, rommelen. Maar als het programma niet helemaal helder en goed is... Dan, en je bent iedere avond in strijd met jezelf van... Oh, eigenlijk is het niet goed, maar ik lul me er wel uit. Dan zit je al verkeerd. Dus ik heb mazzel dat ook het laatste programma... Dat mensen dat gewoon een geweldig programma vinden. Dan is het natuurlijk ook heerlijk spelen. Alhoewel ik wel stinkende best moet doen. Je moet nooit... wegkakken op podium en denken van... Oh, ik doe het wel eventjes. Dat zijn de minste voorstellingen. Dus nee. elke avond hard werken. Vol gas. Ja. En ik heb ook wel eens griep. Of ik heb ook wel eens geen zin. Vol gas. En toch zin maken dan? Ja, maar goed. Daar komt ook de luxe natuurlijk bij. Ik hoef niet meer naar Goes of naar Terneuzen voor 14 man. Nee. En ik natuurlijk loop ook wel eens met mijn ziel onder de arm... ergens in Brabant door het dorp 's middags... omdat ik daar blijf slapen. Maar... ja, s'avonds is die zaal weer stampvol. En de mensen hebben zich allemaal aangekleed en omgekleed. En die zijn eerder thuiskomen. Dus als het doek weer open gaat en die zaal is zo fantastisch vol. Dan krijg je wel weer zin. Want ik heb verdomme het mooiste beroep van de wereld. Ja, grappig, ja, hè? Alle kant wat jij zegt. Ja. Ik ben het mee eens, hoor. Ik ben echt... Ja, en natuurlijk, zul jij ook hebben. Je hebt op wat... Ik heb ook pijn in de keel. Ik ben er ergens vanaf geflikkerd. Dus mijn benen in gruis. En dan moet je eigenlijk gewoon afzeggen. Maar dat doe je ook weer niet. Je gaat altijd. En dan rij je wel eens naar huis. En denk je, ja, wel lul. Had dan deze avond niet gespeeld. Had je je keel een beetje gespaard. Maar nee, ik doe het met ontzettend veel plezier. Ja, ja toch? Ja, ja. Nog steeds. Want je staat lang op het podium, hè? Nou, zo'n jaar of 40 nu. Ja. Ongelooflijk, ja. Ja, man. Hey, maar even terug naar het maakproces. Dus dan heb je een locatie. Ja. En daar ontstaan dan... Ja. Typetjes uit. Van, oh ja, die past bij die locatie. Ja. Die past bij... Ja. Maar dan, wat is dan de volgende stap? Dan ga je zo'n typetje... Nee, nou, bijvoorbeeld heb ik een... met het vliegveld. Dat vliegveldje Ter Haksel. Daar had ik... Dan verzin ik een iets te dikke stewardess. En dan loop ik echt 's nachts en 's avonds heen en weer met een bloknoot. En denk, wat is die stewardess? Nou, stewardess is natuurlijk... Met alle piloten lopen fozen. Dat heeft natuurlijk alles. En die is eigenlijk ontslagen omdat ze iets te dik is. En daarom gaat ze met deze goedkope maatschappij nog. En ze heeft een raar lachje. Ze heeft een raar pruikje. Sowieso een raar pruikje. Maar dat ben je dus op papier aan het verzinnen. Ja, ik schrijf het allemaal uit. Ja. Maar je bent niet... Want je zou denken dat als je naar jouw vorm kijkt... dat je misschien wel in een ruimte gek staat te doen. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Nee, dat doe ik eigenlijk pas bij de... Ik heb heel veel try-outs. Ja, een stuk of 40. En zo'n stewardess zet ik eigenlijk pas neer bij de eerste try-out. Oh ja. Dan weet ik pas wat werkt. Hey, dat lachje is leuk. Of dat loopje. Een beetje dikker loopje. En van iets te hoge hakken. En zo kom ik tot dat type. En als ik dan na 3-4 eruit heb ik hem dan wel zitten. Dan denk ik, zo is ze goed. Dus verhaal... maar ze krijgt eerst een backstory of zo. Een soort, ja, soort je krijgt eerst, ja. Die flamenco danseres die ik nu speel ook. Die is een keer van het podium de orkestbak in geflikkerd. Dus wil allemaal niet meer. Been wil niet meer. Haar partner is ook al lang dood. Ze rookt te veel. Dat flamenco dansen wil ook niet meer. Ik vind het wel mooi om de losers, om de trieste gasten een beetje te spelen. Ja, dus dat viel mij ook op. Je hebt altijd mensen met een soort totale naïviteit. Ja. Of mensen met een soort probleem. Ja. Die geef je een probleem mee. Ja. Maar dat doe je dus heel bewust. Ja, en je moet ook van hak op. Nu met die zigeuners heb ik het over die... over zo'n zigeunerwagen, over zo'n woonwagen. Maar tegelijkertijd onderbreken het ook. Ik zeg trouwens over die hebben van die halve deurtjes, die woonwagens. Maar je moet ook kunnen schakelen. Dus dan zeg ik, aan het begin van de tweede helft zeg ik, ja, trouwens over woonwagens gesproken. Ik heb
Even tussendoor. Even, we hadden vroeger een caravan en dan kan ik al een heel verhaal over onze oude kipcaravan vertellen. Yeah. En dan kom ik zo weer terug tussen de Stijn. Ik speel en de zigeunerbaas, maar ook Bert Visser die om eens een verhaal vertelt. Maar die overgangen moeten wel lekker vloeiend in elkaar gaan. En, precies. En dan ben ik bij caravans en zeg ik, en dan zie je al die ouderen op de camping. Trouwens, er is toch ook zo'n programma over, gaan die ouderen met die caravans. Maar je schrijft dus types, maar je schrijft dus ook losse conferences, ja. Of losse grappen. Ja. Of? Ja. Ja, los. En dat gaat ook op dat, dat is ook s'nachts op dat blok. Ja. Kan wel spreken in, ja, een conference en dan. Maar je moet altijd associëren. Je moet altijd telkens weer, hoe zeg je dat? Nou, wat ik zei, dan ga ik dus van. In mijn zigeunerkloffie kom ik uit die woonwagen. Ga over die woonwagen. Opeens spring ik naar het verhaal van vroeger en de caravan die we hadden. Aan het eind van de caravan zeg ik, ja, er zijn wel heel veel bejaarden op een caravan. Toch zo bejaarden op een caravan gesproken. Kent u dat programma van televisie? Ach, even hoor. U kent dat wel. Ja, we zijn er bijna. Nou, en zo moet je telkens. Dat publiek telkens zegt, hè, zitten we nou? Hè, nou hè. Maar even voor mij, dus dan, je hebt die locatie, komen die conferences dan ook vanuit die locatie voort? Of zijn dat losse dingen waarvan je op een gegeven moment... Net als Monty Python vroeg, alles moet kunnen. Dus als ik een programma over een vliegveld heb, moet ik bijvoorbeeld ook een stierenvechter kunnen spelen. Alleen, hoe komt de stierenvechter weer op het vliegveld? Ja, precies. Dus de connecties tussen de nummers zijn vaak nog moeilijker te bedenken dan de scène zelf. Maar hoe maak je er een geheel van? Ja, daar komt je ambacht meer. Dat gaat minder op inspiratie, meer op ambacht. Ja. En nog steeds is er altijd al één overgangetje in het programma. Ik had een keer met Wilfried de Jong over. Het is altijd, ook al heb je het programma 300 keer gespeeld, er is altijd wel één overgang die nooit echt is gelukt. Ja, ik rammel me er wel door. Maar terwijl ik hem doe, denk ik, waarom verzin ik hier nou niet beters op? Ja. Waarom kan ik nou niet scherper? Maar ik red me er altijd wel weer uit. Ja, en dan blijft het toch zo hangen een beetje. Dat over. Ja. Maar je kan, niks kan natuurlijk. Ik bedoel, je moet een slechtste nummer hebben en een beste nummer. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Kan niet anders. En je moet doseren ook. Je kunt niet al je topnummers achter elkaar zetten. Dan is het publiek na 20 minuten helemaal kapot. En dan kun je het na de pauze wel vergeten. Dus je moet ook een beetje doseren. Een beetje dat. Een beetje melancholie erin. En, maar ja, het is wel een klus om zoiets te maken. Ja toch? Ja. Godverdomme nou. Nee, je zegt verschillende interessante dingen, vind ik. Dus je zegt van, ik wil meerdere emoties erin. Hè? Er moet niet alleen maar... Nee, lachen. Er moet ook een mooie stilte van. Er moet ook wel iets tragisch-komisch in zitten. Er moet ook een beetje... Ja, in de zaal. Een beetje weet je. Ja, want je geeft veel gas... Maar plaats je dan rustmomenten heel bewust? Of, ja. Of ja. Van ja. Nu is het publiek wel kapot. Ja, nou moet er wel, ja, nou moet er wel weer. Ik vind ook. Zeg ik tragisch komisch? Is het tragicomisch? Tragicomisch, ja. Tragicomisch, denk ja. ik. Ja. Ja, ik denk het uiteraard. Maar. Ja, goed. Maar ik vind altijd. Ik vind een. De kracht van een sterk nummer is wel als daarvoor iets. Nou, even een kleine rust valt. Je moet niet in één keer alle kruiden. Wat ik vroeger wel deed, mijn eerste solo-programma's, nam ik een koffer vol rotzooi mee podium op. En ik wist na een uur zelf niet meer waar ik was en publiek ook niet. Het is één grote teringzooi. En dat is nu wel wat gedoseerd. Het is wel gestructureerd geworden. Het is wel gestructureerder en wat overzichtelijker. En, maar moet wel balans in het programma. En dat ben ik altijd heel erg naar op zoek. Dat ik denk van, bij de eerste try-outs, ik denk, ja, voor de pauze heb ik een uur, maar het middelste kwartier. En na de pauze, het laatste kwartier. Dat kan wel. En zo schuif je alles weer een beetje, proberen. En heb je daar hulp bij? Doe je dat nee, alleen, ik neem wel bij try-outs altijd mensen mee die me ook wel een flikker geven. Je moet je niet alleen maar omringen met mensen die adoreren, daar heb je geen reden aan. Nee. Dus er gaan wel een aantal mensen mee die zeggen, nou, dat heb je al zo veel te vaak gedaan. Dat is niet goed, dat kun je wel uitwerken, dat is leuk. En zijn er verschillende mensen of nee? Nee, een paar verschillende mensen. Ja. Maar ik heb. De eerste twee, drie trajecten ook zelf in het snootje wat werkt en niet werkt. Dus ik weet eigenlijk al wat ze gaan zeggen. Ik weet eigenlijk al. Tijdens het spelen denk ik al. Dit is niet. En waarom laat je niet weg dan als je het weet? Nee, ik probeer eerst sowieso wanhopig er toch iets goeds van te maken. Omdat ik het zelf heel leuk vond toen ik het maakte. Maar dan beslis ik wel bij de achtste of negende try-out van dit. Maar ook met hun. Maar ik dacht, misschien is het ook wel eens zitten dat je er hoort. Ja, maar ik ben ook wel eens eigenwijs. Hoor, dat ze zeggen, dat nummer moet je eruit gooien. Ik denk, nee, dat is een heel goed nummer. Alleen, het zit niet goed in elkaar.
En dan, dan ploeter ik er wel mee door. Tot inderdaad nou blijkt bij try-out nummer 10 van sodemiet het er maar uit. Ja. Ja, of het is briljant. Of, ja, of nou ja, andere dingen weer die, waarvan ik denk van nou, dat zal wel helemaal niks doen. En dat wordt dan een topnummer. Dat wordt te gek. Grappig, hè? Ja. Maar, nou ja, ik heb het al vaker gezegd in deze podcast volgens mij. Maar het is zo geen ambacht, hè, wat wij doen. Nee. Dat je echt nog steeds niet weet. Heb je een nummer en je hebt geen idee. Ja. Gaat het nou werken of niet? Ja. Ik heb het gevoel dat het goed is. Ja, maar... ja. Ja, en ook daar heb je geen idee. En zelfs, ik heb nu geen idee. Want ik word ook 's morgens wel eens wakker. Ik denk, als ik een nieuw programma ga schrijven, vissen. Ja, dan ga ik weer 2 uur theater maken. Dat is, waar ga ik het vandaan halen? Wat... Dus dat, die paniek heb je ook wel eens, dat het gewoon een keer ophoudt. Dus na 40 jaar heb je nog steeds het gevoel altijd, dat je het niet kan. Ja, altijd. Je hebt altijd denk je van, nou wil het niet meer, nou gaat het niet meer. Ik herken het wel. Ik heb ook het gevoel van, ik heb niks te vertellen. En dan blijk je van alles te vertellen te hebben. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is bizar dat jij na 40 jaar nog steeds denkt, de komende programma kan dat nou toch? Niks. Ja, het is niet... Het is niet ziekelijk hoor, ik ben niet in paniek van, oh, en ik heb ook altijd gehad, al die jaren van, nou lukt dit niet, ga ik iets anders doen. Maar weet je, alleen het wordt nooit meer zo leuk, want nogmaals, dit is het mooiste beroep, maar... En wat ga je doen? Wat ga je doen dan? Geen idee. Stel dat je... Nou ja, ik word dit jaar ook 61, ik bedoel, als ik nog één programma maak, dan zou die volgend jaar de première gaan, 62, 3 jaar, dus dan ben ik ook, dan loop ik ook weer naar 566. Zeker. En dan, misschien denk ik dan ook wel, jongens, het is goed geweest, weer van Almelo naar Goes en van Goes naar Den Helder, en het is mooi. En er komen iedere week wel dingen op mijn bureau, of voor een film, of voor een toneelstuk, en wie weet zit er binnenkort wel eens iets bij waarvan ik denk, ja, maar Frank, dat ga ik een paar jaar doen. Ja. Maar dit vind ik nog steeds het allerleukste. Op tour met een mooie ploeg, dat vind ik nog altijd heerlijk. Ja, want je hebt best wel een grote ploeg bij je ook, toch? Wij reizen met z'n zessen, geloof ik. Ja. 5, chauffeur, vrachtwagen, enorme trailer. Dat is ook kut met die corona, want die jongens hebben allemaal andere baantjes, maar geen theaterbanen. Nu meer. Liggen allemaal ZZP's, liggen allemaal op hun kont. Dat is wel triest hoor. Ik bedoel, ik heb wel een buffer, maar die gasten, die hebben allerlei andere baantjes nu voorlopig. Ja, wel, ja. Ja. Ja, vreselijk. Dramatisch. Dus je hebt op een gegeven moment een aantal typetjes. Je hebt een aantal conferences. Ja, er zijn wel veel minder. Ik heb nu veel meer verhalen hoor. Ik vertel al veel meer, maar ik vroeger nooit durfde. Ik dacht vroeger altijd, ik moet een gekke bek trekken, anders lachen ze niet. Dus ik heb dit programma ook, wat ik nu speel. Er zitten twee of drie types in. Ja, en voor de rest zijn het heel veel verhalen en conferences en werken met de koor, gekke dingen doen met de koor, met die boa's, met kampvuren enzovoort. En moet ook altijd een beetje, een Waardenberg en de Jong of Electric Alex elementje in zitten. Met objecten moet er wat gebeuren. Ja, ik zag jou ooit een keer, stond ik in de coulissen bij je. Ik weet niet meer welke show het was, maar er moesten blaadjes over het toneel waaien. Ja, man. En ik zag met wat voor dedication jij aan die touwtjes stond te trekken. Ja, die blaadjes over dat toneel. Blaadjes. Wat alleen maar het openingsbeeldje was, voordat je opkwam. Nou, de grap was dan, dat bladeren waaide de ene kant op. En dan ging er de krant, die waaide dan er tegenin. En overal lagen die klote draadjes en overal een windmachine in de coulissen. Oh, dat was altijd heerlijk. Ja. Maar daar hou je heel erg van, om daar mee te spelen. Er moeten altijd visuele geintjes in zitten. Dingen waar het publiek denkt, huh? Weet je, We hebben nu decor ook, met decor ook. Ik heb voor en na de pauze dan een beetje ander decor. En dat is met dit programma is het een gigantische wisseling. Dat publiek echt doek gaat open. Het publiek heeft zoiets van wow. Het is heel gegroeid bij jou, hè? Ja. Het is een beetje mijn speeltuin. Ik vind het heerlijk om in een fijn decor los te kunnen gaan. Of nou kolenmijn is, of een bordeel, of een vuurtoren. Je moet even een... Dus we hebben op een gegeven moment heb je de typische conferences en dan heb je allemaal losse dingetjes en je hebt een locatie. Ja. En een verhaaltje heb je. Dan begin ik dus te denken van het laatste programma. Dus ik heb die zigeuners, ik heb een aantal types, ik heb een aantal verhalen over de camping, ik heb een verhaal wat heb ik nog meer? Een verhaal over kitesurfen. Ook zit een heel lang verhaal, dus conferentie over kitesurfen en dat soort dingen. Nou, hoe kom ik op de kitesurfer? Ik vind in die woonwagen een doos. Ik moet de woonwagen omruimen, want dat ding is vol. Nou, en ik zie opeens nog een kitesurfpark in zo. Nou, denk ik, kijk eens wat ik hier heb. En dan kun je daar weer... Maar
Wat zei ik nou? Dat... Ja, ja, dus je hebt allemaal losse dingetjes en op een gegeven moment komt er een verhaaltje kick erin of zo? Over het ja, ja, precies. Nou, en dan heb ik dus dat zag ik ook trouwens in Italië, zo'n woonwagenkamp. Ik denk, maar wat gebeurt er? Waarom? Er staan dus drie prachtige woonwagens. Die laat ik sowieso allemaal al bouwen. Nou, dan ben ik, en maar dan. Weet je wat? Ze moeten weg. Er komt een strijkijzerfabriek. En de strijkijzerfabriek, die man is niet, dat is een enorme klootzak en die wil die zigeuners er weg hebben. En zo associeer je dus, dus de bouwplaats komt ook steeds dichterbij. Dat kampje wordt steeds meer ingesloten. Nou, dan krijg je die ruzie tussen die zigeuners en die... er is natuurlijk één bouwvakker, dat is een van mijn technici die altijd overloopt en die zo'n tuk-tuk heeft met allemaal bouwmaterialen. Er is... Maar waarom is het nou... Ik blijf heel hangen nu op strijkijzerfabriek. Ja, weet ik veel. Waarom ja. is het nou... Ja, strijkijzerfabriek, ja. Ja. Dus dat is zomaar een gek idee. Van, ja. Oh, de strijkijzerfabriek. Ja. Ja, komt ook enorm doeken op podium met de reclame voor die strijkijzerfabriek. En ja, dus er komt ook een man die de strijkijzerfabriek, of die daar werkt, die komt de boel al de verzieken voor de zigeuners. Zigeuners moeten weg. En de, ja, zo brabbel je dat hele verhaal. De beer ontsnapt natuurlijk. Het circus had ook een beer natuurlijk. Of de zigeuners hadden een beer. Nou, die, ja, en dan ja, zo, ja, god, ja, zo, ja, hoe kom ik maar, dus we zijn nog steeds hier in jouw kamer aan het rondlopen, ja. met een kladblok. Ja. En nee, op een gegeven moment moet je ook naar een soort conclusie van een voorstelling toe of zo, toch? Ik weet dan, zeg maar, van de 1000 ideeën die ik heb ingesproken en opgeschreven, op allerlei bierveeltjes, dan weet ik dat ik genoeg heb. Dus ik heb wel eens 10-11 goede scènes. En dan ga ik ook echt aan mijn bureau zitten. En dan doe ik ook echt opening. Oh, ja. Het gaat opening, doe ik, gaat open. Oh ja, wat, hup, zeg, oké. Okay. Prachtig beeld van die woonwagens. Visser komt dan binnen, tuk-tuk, springt eruit. Gaat met de mensen praten dat dit een geweldige avond wordt enzovoort. En met zigeunermuziek en alles. Stapt in de tuk-tuk. Tuk-tuk wil niet starten. Komt een heel verhaal over dat kutding. Had ik nou maar een nieuwe gekocht. Maar ja, mijn techniek is in de zaal. Wist nog tweedehands handeltje. Dus heb ik dit. Ja, ik zit ermee. Hè. De tuk-tuk, ik kan niet zo goed omdraaien. Kut. Het ding doet het niet. En, dus dan heb je alweer bijna een kwartier. Gaat het over de garage waar die tuk-tuk had enzovoort. Nou, dan roep ik Esther, mijn technica. Esther ook helemaal een zigeunerpak. Zo denk ik dan. Esther, nee, wacht. Eerst die tuk-tuk moet weg, denk ik dan. Esther roep ik. Esther wil even de AWB bellen en die tuk-tuk moet gemaakt. Dring hem maar even weg. Maar op dit moment is er nog geen decor. Er is nog geen kleding. Het is alleen nog maar tekst op papier. Ja. En dan ga ik naar de decorbouwster en de kostuumontwerper en vooral de decorbouwster zeg ik wil voor de pauze zigeunerkamp. En na de pauze wil ik het zigeunerkampje wat helemaal overwoekerd is met kranen en betonmolens en de hele handel, dicties. Dus je gaat naartoe en je geeft locatie, maar je geeft waarschijnlijk ook, ik wil dat kunnen doen, ik wil dat kunnen doen. Ja. En komt zij dan met een tekening? Of met een, met ja, een... zij komt binnen een week met allemaal helemaal met tekeningen en binnen 2 weken heeft ze al een kleine maquette heeft ze al klaar. En daar gaan we weer toveren. Want dan zeg ik van... ik zou het zo leuk vinden als ik in een dixie zit op de end... en die dixie wordt vol beton gestort. Ja, godverdomme. En dan nou, dat ik als betonpop daar zit. Nou, dan bellen mijn bedrijf in Amstelveen. En die zegt, ik kan dat met 3D kan ik jou helemaal namaken. Nou, dat is ook gemaakt. Dus maar ja, dan. Dan zit ik dus in die dixie. Loop ik heen en weer hier. Zit ik in die dixie. Maar dan... dat ding moet omhoog. Dat moet de lucht in. Dus ik, de koorbouw zegt, zorg dat ik dat ding... Dus nu gaat de hele dixie ook de lucht in... En dan zie je het bed gegoot in beton helemaal. En, maar dat ding moet ook weer weg. En hoe dan? Nou, zo loop ik daar heen en weer. En, dus uiteindelijk staat er een heel script gewoon. Begrijp ik dat goed? Ja. Een heel script waarbij je met mensen kan praten van... ik heb dat nodig, ik heb dat nodig, ik heb dat nodig. Yes, yes. Oh ja. En dan bij de decorontwerpers kom met een maquette... en dan ga je samen daaromheen staan, denk ik, of zo? Ja, precies. We gaan eromheen staan en zeggen... op het eind moeten die zigeunerwagens moeten in de fik. Oh, dan komen er, overal komen de rookmachines en het lichtman die maakt een prachtige zogenaamde fik in. Ja. Maar daar hebben we heel veel aandacht aan besteed en het was het niet. Het was een slecht einde. Dus dat hebben we allemaal weer uitgeflikt. Al die rookmachines weer uit, alles, boom, boom. Dus ik weer met de koorbouwster. Wat doen we dan? Die rookmachines, dat doe je dan in de try-outs, neem ik aan. Ja, ja, ja. Of ja. Bouw je het ook ergens op in de tussentijd? Nee, we huren ook altijd een week een theater. Ja, ja, exact. En dan bouwen we het decor op en dan... Nou ja, en dan maar kijken of wat lukt. Maar toen zag ik al dat vuur, dat ik denk, dat is geen... Op de nachts lag ik in bed, weet ik nog wel. Dat is een slecht, fout einde, dat is niet best. Zo zoemelen. Maar hoe dan wel? Hoe eindigen we dan wel? Het moet ook niet droevig, moet niet... Zo kan ik uren heen en weer. En als ik dan al die scènes een beetje heb, dus ik weet de woonwagen en de dixie wordt volgestort. En dan ga ik daar, dan moet er een verhaal omheen komen. Dus dan moet daar tekst.
moet er echt bij. Ja. Dus is eerst op grote vellen stukken tekst schrijven. En dan om het helemaal uit te schrijven ga ik aankwamen. En die plaats je er dan tussendoor, het verhaaltje? Ja. 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 Waar plaats ik het verhaal van de caravan? Waar plaats ik het verhaal van de kitesurfer? Nou ja, dat soort dingen. Ja, ja, exact. Ja. Hey, en hoe lang duurt dit proces voordat je überhaupt het theater ingaat? Van het eerste ideetje totdat je een afschrift hebt? Nou ja, ik ben nu... dat is moeilijk te zeggen. Ik ben nu al bezig met dingen een beetje inspreken. Maar ik denk als ik een nieuw programma ga maken, dat we pas april volgend jaar in try-out gaan. Dus dan zou je er langer dan een jaar mee bezig zijn. Ja, de meeste cabaretiers. En dan, voor mij het belangrijkste is gewoon een hele partij try-out. En na de eerste try-out weet ik precies... Ben je niet repeteren van tevoren? Nee, ja, thuis. Thuis? Ja, ja. Maar jij gaat niet in een zaaltje... Nee, ja, ik laat wel zien waar ik sta, wat ik ongeveer doe. En dan, dat is die week? Ja, en dan doen we dan... Meestal doen we een week, dan twee try-outs. Dan weer een week in datzelfde theater, nog twee try-outs. In de week, maar ze weten allemaal van niks. Dus jij repeteert in die week ook niet je voorstelling, maar je gaat hem alleen technisch door. Ja, en ik sta dan hier, kun je hier een lampje voor maken? Nee, en mijn technici zien, en ook mijn impresario en mijn vrienden en alles, die zien pas wat ik bedacht heb bij de allereerste try-out. Dus je bent heel erg in je hoofd bezig, alles. Ja. Oh, wat grappig. Ja, ik, dat zou je helemaal niet verwachten als je jouw show ziet. Jawel, maar ik kan ook niet uitleggen. Dan moet ik dus uitleggen wat ik heb geschreven. Nou, er komt een dikke vrouw in een vliegtuig. Die is heel grappig en die heeft een leuk verhaal. Ja, ja. En ik heb ook nog heel verhaal over een dictie wordt volgestopt met beton. En zie je die jongens allemaal. Ja, ja, weet je wel. Maar ik kan, je moet alles bij elkaar zien. Je moet een stemmetje horen, de kop erbij zien, de tekst horen, de koor. En dat geheel. En ik weet ook wel na de eerste try-out. Dat is één grote bende. Die duurt ook twee keer anderhalf uur. Dus heel veel kan al gewoon weg. Heel veel troep kan eruit. Ja, ja, ja. Maar het is wel een ding hoor. Het is wel om het te maken is... Want we hebben het nog niet over kleding gehad. Je gaat ook ergens kleding halen of zo? Nee, wordt ook allemaal handgemaakt. Oh, ja. Ik heb al 30 jaar dezelfde kleding ontwerp. Dus ik zeg, ik moet een zigeun erin, speel ik. Ik moet een beetje een relnicht die een nachtclub wil beginnen op dat kamp. Die moet ik hebben. En zij maakt dan hele mooie tekeningen. En dan, als ik dan dat goed vind, dan... Maar dat betekent dus ook dat er heel veel decorstukken en kledingstukken gemaakt worden die je uiteindelijk niet gebruikt. Ja, ja, ja. Dus dat is een dure business. Ja, dat is... Maar dat is ook fijn aan goed gevulde zalen. Je hebt ook budget. Ik wil dan ook mooie dingen maken. Je zou ook kunnen... Joep kan natuurlijk heerlijk zijn voorstelling voorlezen. Ja. En daarna pas de productie ingaan. Ik weet, hij krijgt altijd een beetje een mock-up decoortje. Ga daar maar in try-out. Dan gaan we straks wel kijken wat het wordt. Ik ga gelijk de eerste try-out met hele zooi op tour. Met alles. Met de sneeuwmachines, met de decor en de hele handel. Ja. Ja. En met is je nog nooit gebeurd dat je dacht, oh, de locatie klopt niet. Nee, goddank niet. Maar. Dat zou heftig zijn, ja. Maar inderdaad, ik moet wel eens met Aafje, dat is mijn de corona, ik moet er wel eens met de billen bij elkaar naartoe om te zeggen dat het hele mooie kostuum waar je een week aan hebt gewerkt. Het is heel mooi, maar ik ga hem niet gebruiken. Nee, helaas, ja. Maar dat weet je. Ze is mee opgegroeid, toch? En ze zegt ook, als je maar betaalt, dan is het goed. Maar dat flikkert wel eens wat uit. Maar ik begrijp dus ook dat je niet repeteert, maar dus ook niet met een regisseur. Nee. 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 Nooit gedaan? Nee. Nooit met een regisseur geweest? Nee. Op toneelvoorstellingen wel, maar niet in mijn soloprogramma. Nee, nee. Ik heb dat zo in mijn hoofd hoe ik het wil hebben en dat kan ik ook niet uitleggen ook. Ik had één keer regisseur, heel kort, een paar dagen, maar en toen ging ik bij de vleugel staan, bij de piano. En ik liep weg, toen zei hij al, ho. Ik zei, wat is dit ding? Waarom loop je zo om de piano? Waar is dat de reden voor dat je zo... Ik denk, dat is de kortste route van A naar B. Ja. En ik denk, dit moet ik niet hebben. Ik moet niet aan banden worden gelegd. Dat is niet goed. Nee, je moet die speeltuin voelen. Ja, en ik weet zelf wel. En ik moet zelf ook. Ik weet inmiddels zelf of het goed gemaakt of goed in elkaar zit of niet. Jawel, dat durf ik wel te beweren. Ja, ja, maar dus in de try-outs wel een paar mensen die zeggen. Oh ja, wat zeker. Je eigenlijk al weet. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, er moet wel een paar mensen bij zijn die zeggen, vis, dat. Ja, dat duurt veel te lang. Of dat lijkt wel heel erg op dat nummer van het vorige programma. Is daar veel last van, dat je jezelf... Nee, uit onzekerheid doe je dat. Kijk, die eerste try-out ben je zo nerveus. Ja. En als het publiek niet lacht, dan val je in kleine dingetjes weer. Dan ga je weer gekke stemmetjes doen. En dan ga je weer raar een beetje bek trekken. Om maar die lach nog weer los te krijgen. En dat moet je eigenlijk niet doen. Maar ik neem aan dat jij niet in kleine zalen try-outs. Want dan past jouw decor helemaal niet. Nee, we gaan wel gelijk...
ja, in de middenzalen zo'n 400-500 man. Ja, ja, dat draait auto. Ja. Dus daar zit behoorlijke druk op als je in één keer... Het... Ja, maar het is ook heel duidelijk naar het publiek. Het is een try-out. Ik bed gaat proberen. Eigenlijk is try-out voor mij één grote repetitie. Ik geloof dat mensen ook maar een tientje betalen of zo, weet je wel. Nee, het is. En dan doe ik daar een stuk of 4 of 5. En na de 4 of 5 weet ik wel van, dan ga ik ook een nacht zitten. En dan weet ik wel, zo gaat het worden. Oh ja. Ja, dan en hoeveel try-outs doe je in totaal? Nou, 40. Oh ja. 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 Ja, behoorlijk. En dan nog, vind ik het mooiste als hij 50 of 100 keer heeft gespeeld. Dan denk ik, nu is hij wel echt af. Nou is hij mooi. Ja. Ja. Dus en dan 100 keer is hij echt af. En wordt hij daarna nog beter? Of zakt hij dan weer wat weg? Nee, dan blijft hij wel op. Er komt wel eens een nieuwe grap bij, maar dan blijft hij wel op. Dan blijft hij wel aardig. Constant. Ja, dan is hij wel. Ja. Maar je verzin, want... Nee, als ik een leuke andere grap verzin, dan gaat de oude grap er wel weer uit. Dat, oh ja. We hebben wel een aantal fans die het programma 13 keer zien of 14 keer zien. En die zeggen wel bij de 14e keer, hey, je hebt iets nieuws, dat heb je nog niet in. En dat wel. Ja. Maar je moet ook niet alle nieuwe dingen er weer flikkeren, want je hebt ook weer materiaal nodig voor je nieuwe programma. Je hebt een nieuwe show nodig. Ja. Oh, wat goed, ja. Ik zou heel graag eens inzoomen op... Dat zo'n voorstelling bestaat uit allemaal losse elementjes met een klein verhaaltje eroverheen. Ja. Maar ik denk ook dat je in de try-outs heel erg aan het zoeken bent naar hoe lang ben ik hiermee bezig? Ik probeer het woord dynamiek te ontwijken, maar laat ik dat niet doen. Naar de dynamiek van de show. Van, hey, hij moet, ik wil fantastisch beginnen, ik wil fantastisch eindigen. Ja. Ik wil tussendoor nog een goed nummer hebben, maar daar wil ik een rustpunt. Ja. Ja. Hoe is dat gewoon? Hoe? Ja, weet ik ook niet. Het is het gevoel, als ik dan een uur voor de pauze in elkaar heb gezet, dan denk ik, de balans moet daar goed in zijn. En als ik dat speel, dan voel ik dat ook. Denk, ah, nou zit hij goed. Nou zit, hier hebben ze de aandacht nog bij, daar is de aandacht nog bij. En na de pauze moet je ze weer bij de bijslepen. Dus ik wil altijd met het topnummer beginnen na de pauze, helemaal bij opkomst voor de pauze. Kijk, als jij opkomt, moet het publiek al eens hebben. Oh, wat gaan we hiermee maken? Dan sta je met 1-0 voor. Als publiek, als je opkomt, het publiek heeft zoiets van, nou, laat maar zien. Hè? Nou, het zal wel wat worden. Dan ik moet echt het podium opkomen. Het publiek moet al eens hebben. Hij heeft er zin in. Wij hebben er zin in. En het wordt een gigantisch feest. Direct na de pauze moeten ze hebben als doek open gaan. Oh ja, we zaten in zo'n roes. Weet ik nog? Ja, dat is ook zo. En ze moeten direct er weer in zitten. Van, oh god, ja, dat verhaal zaten we. En dan beginnen ze alweer een beetje te schudden. En dat is. Maar ja, ik weet niet hoe dat zijn mooie afleidingspunten. Het zijn mooie als ik een druk nummer speel. En dan opeens komt er iemand uit de coulissen. Mijn technici spelen ook kleine rolletjes. Dus je hoort ermee, je zit een heel druk nummer, maar dan hoor je een hele mooie viool. En dan komt mijn technica komt op in een heel mooie zigeunerjurk, wat huilend, want die heeft wat uit met een vriend. En dus dat is ook een mooie onderbreking. Ook, het is ook een mooie, dan hoef je geen clue te verzinnen, want je wordt afgeleid door iets anders. Zij komt op, dus dan schrik ik van het podium. Ja, ja. Dus ik ren naar naartoe, ook nog zo naar het publiek van, sorry, ik moet even. En ik praat met haar, wat is dan gebeurd, lief? Wat dan? En dan heeft het publiek opeens iets van, we zaten midden, gekke verhaal nu, maar zo... Zo wip je wel naar het andere nummer toe. Ja, ja. Ja, want dat is altijd een groot probleem natuurlijk. Om al zo'n eindclue aan elke scène verzinnen. Dat is natuurlijk altijd zullen jullie ook vaak gehad hebben. Jij met Arie. Ja, maar hoe eindig je nummer? Hoe gaat het nummer iets anders over? Oh man, dan kan ik dagen over dubben. Ja, toch? Ja, ja, het is altijd, wordt altijd heel veel druk opgelegd op die laatste. Ja, terwijl precies. Je kan veel beter eruit stappen en iets anders gaan doen. En dan, oh, dan is het wel. Ja, maar nu, na de pauze sta ik in een woonwagen. En ik heb heel verhalen over die woonwagen. En dat is een hilarisch verhaal. Maar... Dat wordt ook onderbroken, omdat er een enorme kraan, die brengt een enorme stapel stenen het podium over. Dus opeens denk ik, hè? Dus ik run naar de coulissen en zeg, jongens, ik zit toch midden in de voorstelling, kom je nou toch niet in? En dan ben je alweer bij dan ben je uit het andere verhaal alweer. Ja, precies. Ja. Hé, maar nog even terug, als jij niet repeteert, hoe weet wat jij, wat jouw... Het zit allemaal in mijn hoofd. Ja. Nee, jouw medetechnici en zo, die allemaal kleine rolletjes. Nee, dat wel. Nee, hoe weten zij dan wat ze moeten doen? Nee, alles wat ik met andere jongens en meiden doe, dat neem dat repeteer. Ah, dat is een opkomstje of overloop, weet je wel. Ja, ja. Maar dat nemen we allemaal keurig door, want anders doen ze het ook niet. Ze willen wel weten. Nee. Nee, en ik weet met techniek alles doen. Maar bij techniek zeg ik bijvoorbeeld wel, tegen mijn lichtman zeg ik van, nou, ik doe nou een scène over kitesurfen. Doe bij de eerste try-outs maar even mid voor, gewoon, dat ik dat verhaal kan vertellen. Mid voor de en als hij die scène heeft gezien, denkt hij al van, oh, maar het is mooi, volgende keer dit. Maar we maken eerst 3, 4 totaaltjes, 6, 7 speciaaltjes.
En dat zit eventjes. En daarna, ja, precies. En na 5 of 10 try-outs, dan mogen die jongens helemaal losgaan. En op z'n keer en uitlichten en geluid. En, ja. Ja, ja. Maar het is voor hen ook een enorme verrassing van wat ik breng en wat ik doe. Ja, ja. Ja, wat leuk. Ja, dat is ook fijn werk voor je. Ja, natuurlijk. Ja, 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 oh, ja, dat hebben we allemaal gezien. Ja. Ja, en dus je begint, je wil die sfeer gelijk. Want ik weet nog wat ik met Arie ook altijd zei: van laten we mensen zo snel mogelijk in de slappe lach zien te krijgen. Ja. Want daarna maakt het niet meer uit wat je doet. Als ze er eenmaal zitten, dan kun je alles, zoals je met vrienden ook, om niks zitten lachen op een gegeven moment. Ja, klopt. Ja. Ja. En daar ben jij ook heel handig in, vind ik, hè, om mensen in een soort overgave te krijgen, heel snel. Ja. Maar daar moet toch ook een stukje techniek onder zitten? Of is dat alleen maar. Zit dat gewoon in jou? Ben jij? Nee, dat is ook dat. Dat ik denk dat het ook in je zit, hoor. En bovendien is je leert het niet op een kleinkunstacademie, maar ook je leert het gewoon door heel veel te spelen. En ik weet wel gewoon precies. Heb je een kleinkunstacademie? Nee, joh, nee toch? Nee. Alle toneelscholen ben ik afgeflikkerd. Bij de oriëntatiedagen al. Te druk. Te druk. Geen talent. En. Maar nee, ik weet wel hoe na al die jaren hoe je zaal, hoe je moet spelen. En daar schrijf ik ook wel op. Gewoon aan het begin moet het publiek er al flink. Maar hoe beoordeel je? Dus ze proberen echt even in te zoomen. En misschien lukt dat niet. Hè, misschien is dat de magie van de maker. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Maar hoe beoordeel jij nou? Ja, dit wordt een nummer waar ze helemaal los op gaan. Daar hoop je alleen maar op. En ik merk het pas als ik de eerste try-outs draai. Ja. Maar ik weet bij God. Ik had ook, misschien heb ik het al net genoemd. Een voetbaltrainer had ik ook. En dat vond ik een machtig nummer. Ik denk, nou, dan gaan ze uit hun plaat. Nou, doodse stilte. Ventilatiegrap. Je hoorde alleen de afzuiging van de zaten. Heel slecht. En de opkomst die ik nu heb. Die ik had, want het programma is bijna afgelopen. Dat is wel weer, dat is publiek echt al. Je ziet al, die mensen hebben er zo zin in. En als ik dan, die opkomst is helemaal goed al. Die is al, bam. En ik zeg olé tegen de zaal, de hele zaal, olé. En dat is, dus dat weet je al. Dat maar, en dan moet je ze erbij houden. Ja. Dan moet je ze vasthouden. Ja. Maar je moet ze al telkens verrassen. Iedere minuut moet je ze weer verrassen. Van, hé, wat gaat hij nou weer doen? Hé, wat komt er nou weer? Wat pakt hij nu weer? Ja. Komt er weer zijn autootje over? Hè? Komt er een Dixie? Telkens moeten ze iets hebben. Poep, poep, poep. Hé. Beetje achteraan hobbelen eigenlijk. Achter jouw tempo aan. En niet weten wat er komt. Gewoon, ik vlieg weg de coulissen en ze weten men, en ik kom weer op in een kostuum waarvan je zegt... Ja, dat hij dat durft te dragen überhaupt. Bijna een blote kont, zeg maar. En, maar het is dat heb je ook wel eens gedaan, toch? Met een hockeypak of zo? Ja, nu ook. Ik heb nu ook in een type zo'n leernicht. En die is een ontzettend lieve man. Maar ook een broekje aan. Dat kan eigenlijk ook. Alles voor een grap, hè? Ja, en ook niet. Ik zal nooit naakt op podium gestaan, maar ja, je moet ook een beetje, kom op, een beetje. We zijn zeg maar in de try-outs bezig, maar ik neem aan dat jij ook een beetje een idee hebt waar een voorstelling aan moet voldoen. Bij mij moet het gewoon één goed feest zijn, maar ook een goed feest. Dat schrijf je niet zomaar. Een goed feest geven is al zo moeilijk. En ik wil dat ze met ik ben totaal niet geëngageerd. Ik noem wel dingetjes die spelen, maar. Dus ze moeten echt een wereldavond hebben gehad. Ze moeten zich geen seconde vervelen. En dat is mijn. Nee, maar dat zit wel in meer dan alleen maar lachen, toch? Jazeker. De laatste voorstelling waar ik nog even insneekte, omdat ik eerder klaar was dan jij en ik stond in de middenzaal en jij in de grote zaal. Ja. Daar eindigde hij met een heel klein belletje of zo. Ik weet niet meer precies, maar het einde was heel klein. Ja, ja. Maar dat maakt ook mooi. Mensen moeten ook, het is zowel lachen, maar ook en het zielig vinden. Het medelijden hebben met de man die daar zo zijn best staat te doen. En een mooi liedje ertussen. Dat vind ik ook. Ik vind wel, je moet ze af en toe even de rust gunnen. En jezelf ook. Het lachen wordt alleen maar sterker als er ook af en toe een scène tussen zit. Iets moois. Maar daar werk je dus ook op dat soort scènes. En heel belangrijk is dan ook muziek. Ik heb heel veel muziek op podium. Maar dat zoek ik ook heel lang naar. Van mooie, of trieste muziek. Of vrolijke muziek. Of op de achtergrond. En is dat altijd bestaande muziek? Of laat je het wel maken? Nee. Dat is altijd bestaande muziek. Ja, het is dom dat ik dat doe. Want het kost je klauwen met geld. En een pianist die
goed ken, die zeggen, laat mij dat muziek, die muziek nou maken. Nu betaal je, want het scheelt aan. Maar ik vind het ook niet meer dan terecht dat als ik muziek van anderen gebruik, dat ik die ander ook voor betaal. Ja, de BUMA-rechten. Tuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, hoor, dat vind ik niet meer dan logisch dat ze daar keurig voor betaald worden. Ja. Maar je hebt nooit het idee gehad van ik laat eens een soundtrack voor mijn show maken of zo? Ja, jawel, heb ik wel eens aan gedacht. Maar ja, dat misschien komt dat ooit ook nog wel eens. Maar nu... aan de ene keer heb ik de zigeunermuziek, echt de oude zigeunermuziek uit Roemenië. Een van de vorige programma's had ik alleen maar muziek van Tom Waits. Prachtige muziek. Ja, prachtig. Dus ik zoek telkens een keer Frans. Ik heb ook alleen Aznavour en Brel gehad. En dat geeft ook wel een sfeer, hoor. Welke voorstelling was er met Tom Waits dan? Had je veel van de Black Rider erin zitten en zo? Ja, en ach, nou ja, van welke CD niet? Want het is wel heel sfeer. Tom Waits heel sfeer bepalend, toch? Ja, prachtig, prachtig. Nee, ik vind het ook prachtig. Ik was de CD-slijf staan. Maar... Ja, de Black Rider heb ik heel veel van. En Silicon Mears. En ik had ook... maar welk programma was dat ook? Tom Waits, was het met de... Ik heb het gevoel dat ik al je shows gezien heb, maar misschien... Ik denk de vuurtoren. Ik denk de vuurtoren. Ja. Denk ik. Ja, dat zou kunnen. Ik weet Tom Wees, nee. Ja. Dus Tom Wees zal iedere week wel gedacht hebben, komt er dan wel geld binnen? uit Groningen. maar het hele plaatje moet kloppen. De achtergrondmuziek, het decor, de kleding die ik aan heb, de stem die ik doe... De grap die ik maak, het moet allemaal... Het is één groot sprookje. Het moet allemaal bij elkaar passen. Wat sluit je dat ook op elkaar aan dan? Dat je tegen de decorontwerpster zegt... Ja. Nou, de kleding is allemaal rood. Ja, de overleggen met elkaar. Want de decorontwerpster zit in hetzelfde atelier als de... Oh, okay. Dus we zitten altijd met z'n allen daarbij, bij elkaar. Ja. En dan werk je met de decorontwerpster werk je ook al zo lang dus? Met Louise werk ik ook al een jaar of 30, zoiets, 25, 30. En met Aafje van de... Ja. En die huren natuurlijk allemaal andere meiden en Tim. Ja, tuurlijk. Dus als decor wordt dan door een man of 10 gebouwd in 2 maanden. Maar het is dan... Maar met die twee werk ik echt al... lang. Dus een heel trouw team heb je dan. Ja, maar ze weten ook precies wat ik bedoel. Vooral als ik iets bedacht heb en A weet dat het kostuum is altijd goed. En eigenlijk is de eerste maquette die Louise maakt, dan weet ik al, dit wordt het. Dit is goed. Zo moet het. Dat ziet er goed uit. Ja, dat kan zij goed. Verrast jou ook nog wel. Ja, zeker. Ze belt ook wel eens midden in de nacht. Kom morgen even langs. Ik heb nou iets bedacht. En dan kom ik en dan vind ik het niks. Of ik denk, oh, goed idee, man. Tuurlijk moet dat erbij. Ja, Goed. Ja, dat doet ze geweldig. Nee, dan 50 try-outs. En daar verandert heel veel? Of is dat meer een Eerste 10 try-outs veranderen ontzettend. Compleet nieuwe blokken, compleet nieuwe volgordes. Mijn zoon hoor. Nieuwe blokken betekent dat je tussendoor zit te schrijven? Ook tussendoor schrijven, maar ook anders plaatsen. Dus dat deel wat ik na de pauze deed, misschien beter voor. Of die scène zit beter achter die scène. Die scène moet eruit. Heb ik wat. Maar goddank, tot nu toe waren mijn eerste try-outs gewoon... Nou, ze zijn wel eens 2 keer 2 uur geweest. Goddank kun je er al heel veel uit sodemieteren. Maar meestal... Gek dat het altijd hetzelfde bijna is. Meestal zo rond de 9e of 10e try-out heb ik al een snotje van... wacht even, maar zo moet het. En dan de 11e is alweer, 12e is alweer, 13e... gaan dat spiekpapier een beetje weg. De 14e weet ik het grootste deel wel uit mijn hoofd. En dan de laatste try-outs, de laatste 10 zijn dan echt om hem helemaal strak te spelen. Oh ja, dus je hebt de eerste 10 heb je spiekbriefjes overal liggen? Overal. Dus je leert niet van tevoren je show uit je hoofd. Jawel, maar ik moet wel, alles weet ik niet. Vooral volgordes vergeet ik. Dan roept mijn technicus uit de zaal, die heeft wel zo'n lijstje bij zitten. Oh, ik zie hier die staan over kitesurf. Oh ja, kut, kitesurf, dat zit hier. En liedjes kan ik ook nooit onthouden, dus dan heb ik... Maar per try-out... Dan liggen eerst 20 velletjes, eerst 2 liggen er 10 velletjes, 3, 4, 5 en dan zo. En dan op een gegeven moment zeg ik, doe al die papieren maar weg. Ik denk dat ik het nu wel weet uit mijn hoofd. Ja, ik merk dat als ik de papiertjes te lang laat liggen, dus ik heb vaak een volgorde. Als ik te lang laat liggen, dan wordt dat mijn houvast. Ja, dus ik moet hem op een gegeven moment wegflikken. Ja, doe nou maar. Nee, dat moet ik ook. Nee, als ik hem niet wegflikken, dan wordt het een verslaving. Dan moet hij er blijven liggen. Ja, precies. En dat moet je echt niet doen. Ja. Maar ik heb zoveel grappen en er zitten zoveel zinnen in een scène. Dat ik altijd wel 1 of 2 grappen vergeet. Daarom heb ik ze ook bij de eerste trouwens wel naast me staan. Dan kijk ik links op. Bijvoorbeeld, ik speelde een flamenco danseres. Schoot de F staat er op papier. En dan kijk ik even een soort links. Zei,
F zegt dit, dat. Oh ja, die vierde ben ik vergeten. Ben ik, ja. En dan doe ik die nog. En, dan, ja. En ga je dan na afloop met je hele team zitten om het te bespreken? Of doe je dat alleen? Volgende dag altijd. 's Morgens gaan we naar het theater en dan nemen we het helemaal door. Oh ja. Ja. En zij zeggen dan ook wat zij ervan vinden, wat zij goed vinden. En wat, is dat niet leuker of zo? En dan, ja. En dan nemen we ook even 's middags weer helemaal door. En hebben ze ook vaak punten over inhoud? Jawel. Soms, ja. Ja, ik weet nog wat dat mijn technicus ooit een keer zei. Volgens mij moet je die anders timen. En dat ik dacht, ik probeer het een keer. En toen viel de hele zaal stil. En toen stapte ik zo uit de voorstelling. Toen zei ik, deze was voor jou. Ja. En toen zei hij, daar bemoei ik me nooit meer. Nee, ik heb het ook een keer gehad met mijn geluidstechnicus. En viel het ook stil. Toen zei ik, en bedankt. Ja. Zei ik zo. Prima. Ja. Ja. Nee, dat is wel... Maar meestal hebben ze maar technische dingen. Dit duurt veel te lang. Ja. Of daar doe je veel te druk. Daar ben je bijna niet verstaanbaar. Daar ren je veel te veel heen en weer. Dus dat is wel goed hoor. Dat zij ook in de zaal zitten. Nee, maar. Dat komt mijn technicus ook goed. Maar echt inhoudelijk. Ja. Of op timing. Of op... Nee, maar ze komen wel eens met hele goed. Nu op dit programma ook 1 of 2 grappen in. En die is gewoon door de technicus. Die zei, ik ken een grap. Is die daar net leuk? Ik denk, frek. Nou, dankjewel. En als ze iets weten, dan komen ook wel eens hele slechte grappen uit. Ja. Ik heb vaak misschien heb jij dat ook, dat weet ik niet. Dat de zaal soms een terugkomgrap die ik zelf niet heb gezien liggen, inkopt. Oh ja, Dus dat je dat ze zeggen, dat lijkt daarop. En dat je denkt, daar had ik zelf nog niet aan gedacht. Ja, zelf niet. En dan heb je hem gewoon, dan heb je hem gratis van de zaal. Ja, een gratis klein cadeau, ja. Ja, dat is ook zo, dat heb je ook wel eens inderdaad. Oh god, ja. Ga je in première? Heb je een grote première? Nee. Ja, op een gegeven moment heet het première en dan komen er, die nodig ik zelf een paar gasten, maar ik doe het niet. Nee, we spelen op een gegeven moment gewoon de recensenten en de kranten die komen toch wel door het hele land, dus dat, ja. Ja, recensenten kom ik zo nog even op. Ja. Maar is er een reden dat je dan geen première doet? Of nou, deed je vroeger wel? Ja. En ik voel me dan nooit lekker op podium. Ik speel niet lekker. Ik vind het, het is alweer zo beladen, belangrijk. En er is van allerlei drukte. En mensen komen in de foyer. En de bloemen en de hele handel. Ik vind het allemaal heel lief. Maar ik vind het allemaal ruis en afleiding. Laat mij gewoon die voorstelling spelen. En ik vind het ook wel veel makkelijker. Ik heb zoveel vrienden door het land. Dat Rotterdam is Rotterdam kunnen kijken. Amsterdam is Amsterdam. Het hoeft niet de hele zooi weer uit te nodigen in Groningen. Nee. Of Wageningen. Of waar ik ook maar een première speel. Dus ik vind het prima. Ik vind het gedoe. Vind ik het. Ja, ik ben ook mee gestopt. Ja. Ook gauw. Ja. En plus dat ik ook het gevoel had dat ik zelf zoveel tekort schoot. Ja. Naar al die mensen toe. Die iedereen een praatje doen. Ja. En je hebt nergens tijd voor. Nee, iedereen heeft een mening. Dus je bestaat. Iedereen, je bent al back af. Nou, iedereen moet je nog even luisteren wat ze ervan vonden. Ja, daar hebben we geen zin in, man. Nee, dus ik nodig nu gewoon vrienden uit. Van wat tevoren lekker eten. En dan ik ook. Daarna, doen wij ook. Een paar kennissen en that's it. Ja, en de co-bouwers en de kostuumontwerpers enzovoort. De ploeg die mee heeft gewerkt. Die nodig allemaal. Maar niet. Nee, anders is het veel te veel. Gekloot, man. Ja. Ja. En dan ga je toeren. Dan gaan we toeren. En stel nou dat er zit iemand te luisteren nu naar deze podcast. Ja. Die zegt, ik wil cabaretier worden. Maar mensen zien altijd de glamour. Ja. Maar hoe ziet een tour eruit? Voor jou? Nou, het is ook wel een verschil met glamour en geen glamour. Kijk, in mijn beginperiode is logeerde je bij vrienden en zo. En dan zat je in Formule 1 hotelletjes en weet ik wat allemaal. En dat is die, kijk, die, als je carrière maakt en het gaat goed, dan kun je dat terzijde leggen. Je kunt in goede hotels en je kunt jezelf een beetje verwennen. En dan wordt de tour al zeer aangenaam. Als je een mooie auto onder je reet hebt, goede auto onder je reet hebt, lekker hotel. Hebt en kijk dan, maar oh man, ik heb ook getoerd met dan dat je uit Terneuzen komt, er zit 3 man en dat soort dingen. Maar vroeger moest je bij Terneuzen nog over Antwerpen of het pontje. Ja, pontje, maar die hadden wij nooit meer. Moest je over Antwerpen rijden. Ik heb ook een beetje zigeunerbloed. Het blijft wel iets romantisch. En ik vind het toeren nog steeds. Alhoewel ik ook wel eens in de auto stap. Ik denk, moet ik nou weer naar Maastricht of wat ook. Maar het is... Maar blijf je in hotels? Nee, als je...
Nou, even dit afmaken. Als je een carrière wil maken en de luisteraar die luistert cabaretier wil worden, dan is het eerst even knetterhard werken. Maar als je talent hebt en het komt eruit, en dan is toeren toch, dat is toch wel heerlijk. Jawel, dat is toch wel fijn hoor. Maar, en wat is er heerlijk aan dan? Nou, als je succes hebt, dan weet je dat je vanavond in de hele zaal mag afbreken. Ja. En je komt nu, Je hebt de tweede familie om je heen. Dat zijn je technici waar je mee uit eten gaat. En je komt overal. Ik vind het nog steeds wel leuk. Ja, of leuk. Om ergens anders te zijn. Om er naartoe te gaan vind ik dan weer minder leuk. Om weer 3 uur in de auto te zitten in de file. Maar cabaretier zijn is niet alleen maar succes hebben op het podium. Het is inderdaad ook veel in zaaltjes. En achterafjes beginnen. Het is heel hard, absoluut heel hard werken. Ja. Vergis je niet. Maar rij je zelf dan? Rij je zelf ik vind het heerlijk. Ja. Ik heb ooit even chauffeur gehad, maar ik vind het heerlijk. Ik vind het mooie muziek op. En dan tuf ik... als ik een beetje zo onder de grens Arnhem ben... of zeg maar Zeeland, Brabant, Limburg... dan blijf ik vaak in een hotel. Ja. En daarboven, boven de lijn Arnhem, ga ik naar Groningen. Dat is ook 1 uur en 3 kwartier, 1,5 uur. Dus dan ga ik gewoon lekker naar... Want jij doet vaak series, toch? Ja, we spelen altijd 4... Of 2 keer 2, maar meestal 4 en dan een week erop weer 4 in dezelfde plaats. Dus vroeger bespeelden we altijd 18, 19 steden per maand en nu nog maar 3 of 4. Omdat we overal meerdere, we doen geen eentjes meer. En dan blijf je als het te ver rij is, blijf je in een hotel slapen? Ja, dan gaan we hotels, ja. Dan met technico, dan gaan we ook, omdat het ook kan, gaan we ook gewoon in lekkere hotels. We hoeven niet meer te logeren, op de vloer te liggen bij kennis en dat soort dingen. Ik Jochem Meijer inderdaad bij ons op een matrasje had liggen. Dat hoeft gelukkig niet meer. Maar het is absoluut hard werken en denk niet naar één programma. Kijk, social media en televisie, een beetje cabaretier komt al meteen op tv. Boom. En dat is helemaal te gek, dat gun ik iedereen. Maar je moet het daarna volhouden. Je moet je succes... je tweede, derde programma zijn ook weer belangrijk. Ja, ja toch? Ik zou het zelfs een beetje afraden om meteen op tv te komen. Ja, dat gaat soms wel heel, heel rap. Ja, want je moet daarna moet je dan die grote zalen die dan ineens gevuld zijn. Ja. En dat kun je vaak nog helemaal niet aan. Ja. En dan je tweede programma, je derde programma. En je zalen volhouden, dat is de kunst. Ja, want jij bent heel erg begonnen in een tijd... Ja. Nou ja, ik weet ook dat ik begon in een tijd dat die kleine zalencircuit er eigenlijk nog helemaal niet was. Nee, wij speelden op scholen, op jongeren sociëteit en jeugdhonken en weet ik wat allemaal. Oh man, studentenverenigingen, Jesus Christ. Ja, ik heb nog wel jouw techniek gedaan, omdat ik... ja, dat weet je allemaal niet, maar... Ik wilde cabaretier worden en ik woon hier in Groningen. En ik had, ik vertelde het net al bij binnenkomst, omdat je hier vlak naast een theatertje woont. Ja. Dat ik alle open podia al 3 keer gehad had. Ja. En nou weg. Ja. En dat ik op een gegeven moment niet meer wist van, ja, maar hoe moet ik nou aan voorstellingen komen? Ja. Ik heb geen idee. Ja. En toen heb ik aangeklopt bij de Schouwburg van ik weet niet, ik wil graag cabaretier worden, maar ik weet niet hoe. En toen zeiden ze, ja, wij ook niet. Nee. Maar we hebben wel een plekje vrij hier. Nee, toen, ben ja. ik daar, toen ben ik daar een jaar... Ja. Technicus als inval. Wat leuk. Ja, grappig. Maar ik heb ook wel techniek voor jou gedaan. Ja, nou ja, kijk nou toch. Ja, ja. Oh, wat leuk zeg. Maar ik vond het heel inzichtelijk. Want ik leerde over licht en geluid. Ja. Hoe bouw je een goed decor op en zo. Ja. En dat heb ik allemaal lekker meegenomen al die jaren. Ja. Dat was een goede leerschool. Ja. Dus ik zeg heel vaak, ja, ik ben begonnen als technicus. Dat is niet zo. Ja, ik was al bezig met cabaret. Nou, bijzonder. Kijk. Maar dat hele circuit, een boek komt nou binnenkort uit. Er zijn 21 hoofdstukken over de beginperiodes. Oh ja. Ja. Over jou? Op de 21 meest rampzalige voorstelling die ik... Wat een goed idee, ja. Dat wordt nooit wat, heet het boek ook. Ja, ja. Ja. Ja want je bent begonnen ook als een groepje, toch? Wij begonnen op het eind van de HAVO. Filter of zo? Ja, Filter. Ja, 5 jaar. Kameretten meegedaan, 81. En mijn eerste soloprogramma was in 1984. Dat was de allereerste. Tango en de Gignette. Desnoods geblinddoekt op 1 been. Oh ja. Dat was de allereerste in 84. Maar bij Don Gaot was je een beetje doorgebroken. Ja, toch? Ja, omdat ook de VARA toen ook een deel van mijn programma op tv liet zien. Ah, dus was dat het omslag? Ja, en de KRO ook had toen een programma. NCV of KRO, weet ik niet meer. Maar ja, dat was wel...
Toen de fragmenten op televisie werden vertoond, toen was het in één keer boom en de zalen vol. Het was in één keer. Harry en ik hadden het ook. Ik weet nog dat wij tijdens de uitzending stonden wij nog voor 30 man op een biljart te spelen. Ja. En kwamen we buiten en er een auto voorbij en zei: ah, daar heb je Harry Sebastian! Ja, mooi hè? En toen waren we bekend. Ja, te gek. Ja. Maar dat gebeurt volgens mij nu ook niet meer. Als je nu op tv komt, ben je niet meteen. Je moet wel een paar keer. Ja, maar en dat is ook heel veel cabaret op tv natuurlijk. En, ja. En ook een beetje cabaretier zit nu ook in panels en quizjes en weet ik wat allemaal. En het helpt wel mee. TV en social media helpt natuurlijk wel mee om je. Maar heb jij ook het gevoel toen je begon dat je dan een beetje tegen de stroom in moest? Want cabaret was niet populair op dat moment. Nee, toch? En ik was met. Jullie hadden het trouwens ook zelf, Arie Sylvester. Maar wij in 1981, toen ik een cabaret meedeed, toen had je die gekte. Die ik bracht en Brigitte Kaando bij Waardenberg. Ja. Wij waren eigenlijk de enige. We waren totaal idiote stroming. Had niks meer met. Nee, maar je had er ook maar vier of zo, toch? Ja. Dus je hebt Brigitte, en Waardenberg de Jong en Herman. En dat was het dan. Ja, en later kwamen jullie erbij. Arie Sylvester en Electric Alex. Alex de Electriek. En dat waren wel hele bijzondere soorten theater. Ook wat ik bracht. Dat is mijn mazzel natuurlijk ook. Wat ik doe lijkt ook nergens op. Lijkt ook niet meer anders. Nee. Dus, maar dat was. Nou, niet tegen de stroom. Ik geloof dat Nederland er wel aan toe was. Een keer wat anders. Ik was vroeger gek van Bram en Freek en van Donkey Shocking en Ivo de Wijs en zo. Maar op een gegeven moment kwam er een totaal andere stroom in. Ja, ja. En daar paste jij beter in. Nou, dit was wat ik deed bij Cabaret Groep Filter ook al. Want ik filter nooit gezien, maar was dat ook deze gekte? Nee, het was een beetje half. Een beetje geëngageerd, een beetje over moeilijk onderwerp. Daar zongen we wel. Over bootvluchtelingen, over olie. Raffinaderij in het Indianengebied wat niet mocht enzovoort. En dan, maar ja, dan stond ik dat te verkondigen podium. Denk, wat sta je te doen, man? Het was half-half. Dus de idiote scènes deed ik. Ja, 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 ja. En de gitarist en de andere zanger deden dan de mooie. En kwam dat omdat je een groepje was? Of kwam dat omdat je je stem nog moest vinden? Ik moest mijn hele vorm en mijn stem nog uitvinden. Ik wist niet veel wat ik wilde doen. Maar die idioterie vond ik toch leuk. Dus toen heb ik ook tegen de groep viel sowieso in elkaar. Omdat iedereen ging wat anders doen. Iedereen ging conservatorium. Dus, en toen had ik zoiets van, of ik ga een nieuwe groep oprichten, of ik ga het eens alleen proberen. En toen, maar ik ben wel afgestapt van het engagement. Engagement. Dat past ook heel erg bij de tijdgeest, toch? Als ik jullie nog moet uitleggen en vertellen hoe verrot de wereld is, dan laat anderen dat maar doen. Nee, hadden Arie en ik zeiden ook tegen elkaar, ik weet niet hoe de wereld is, ik ben student. Ik weet niet hoe het in elkaar zit. Ik kan wel een feestje bouwen. Ja. Gaan we dat doen? Ja. Had ik precies hetzelfde. Ja. Ik ga gek te brengen op het podium. Ja. Ja, te gek. Nog even terugkomen op de recensenten. Die zijn jou sinds ik jou volg altijd heel gunstig gezind geweest, volgens mij. Ja, nou, niet altijd hoor. We hebben ook het programma dat ik hiervoor had. Dat was dat met het vliegveld? Ja, wat erg. Dat was met het vliegveld. Ik was al bijna klaar met de tour. Ik geloof dat ik 300 voorstellingen had gedraaid. Ik was al bijna klaar, dus nog 10 te gaan. En toen kwam het Parool ook nog even langs, gewoon in het carré. En ik kreeg 2 sterren en ik werd ook helemaal vernield. Oh ja. Dus dat hoort er ook bij, hoor. Dat heb ik gemist, ja. Ja. En wat doet dat met je dan? Tuurlijk heb je liever leuke recensies en de meeste zijn ook heel goed. Maar het is altijd wel een klein prikje. Dat wil je niet. Je ligt niet van. Ja, maar ik vind het ook niet leuk. Nee, helemaal niet. Nee. Maar ik vind het ook niet leuk als de buurvrouw komt en zegt: ik heb jouw voorstelling gisteren gezien, ik vond er geen kloot aan. Dat vind ik hetzelfde. Ja, ja, zeker. En je vindt het niet leuk als mensen je programma niet goed vinden. Maar nee, joh, ik lees die recensie en ik durf eerlijk te zeggen dat een uur later ben ik het ook al kwijt. En was dat vroeger ook zo? Nou, het was 3/4 goed, 1/4 minder. Vroeger altijd. Maar kon je toen ook zo makkelijk eroverheen zetten? Nee, dus toen ik net begon, nee man. De eerste slechte recensie was ik helemaal kapot. Ik denk, ga stoppen, klaar, het is over. En dit was het. Nee, als je als een jong ventje begint. En ik was natuurlijk, in 1984 was ik 24. En toen ik een van het eerste landelijke dagblad een klap voor mijn hasses kreeg. Toen dacht ik, waar heb ik daar een stuk van gezeten hoor. En toen liep ik op het strand van Schiermonnikoog, vergeet ik nooit meer. Ik dacht dat de Volkskrant was, maar heel lang geleden hoor. En het liep op strand en toen kwam een vrouw naar me toe die zei: nou, ik heb uw recensie gelezen, dat was niet best, hè? En liep ze door en denk: dat deed zo pijn. Oh god. Maar
Nee, ik heb dat. Ik heb, dit. Maar hoe ga je daarmee om? Waar vind je dan de kracht om weer wel te. Nou, omdat je wel de avond daarvoor die zaal hebt gesloopt. En ook. Gewoon andere mooie recensies had. Kijk, als je alleen maar slechte recensies hebt en de zaal is bij je stil, dan weet je wel, nou, wat dit. Maar net zoals in het Parool, met de Parool, we braken het hele Carré af, uitverkocht en een van de beste van die reeks van Carré. En toch, nou, die man die schreef echt van, nou, die vissen. Ja, maar hoe kan dat dan? Dat dan 1500 man helemaal uit hun plaats. Ja, hij vindt, omdat hij de geklote avond. Nou ja, dat is, hij vond er geen reet aan. Nou ja, jammer, dat is. En ben je dan ook, want ik vind altijd van mening dat ik vind dat ze moeten schrijven, de zaal ging uit hun dak. Ja. Ik vond het niet leuk. Ja, ja hij schreef wel zoiets van, hij begreep niet helemaal waarom die zaal uit zijn dak ging. Oh ja. Dus ja, misschien zat hij wel fout, maar dat is wel vaker. Ook bij premières over de komende krant. En er is altijd, ja, de meesten zijn fantastisch. En er is altijd wel één bij, die vindt er geen reet aan. En nou ja, dat is dan maar zo, joh. Ja, dat kan ook. En dan zeggen vrienden van mij, je moet zo bellen. En dit. Ik zeg, nou, ben je gek, zeg. Ga zeggen, nee, opbellen. Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee. Waarom? Nee. Nou, ik heb één keer een brief gestuurd aan een recent die René van Meurs had afgemaakt. En toen heb ik dat is een jaar geleden hoor. Ja. Daar heb ik een lange brief gestuurd van dit is het eerste programmaatje. Doe even geef die man 3 programma's om zijn stem te vinden. Ja. En zijn, hij heeft nou zijn mond vol. Hij heeft gewoon zijn mond vol hoor. Dat ziet u misschien niet luisteraar, maar hij heeft gewoon zijn mond vol. Van stroopwafel. We hebben een klein stopje gemaakt. Daar kreeg ik een prachtig hap van een koek. Je hebt geen opleiding. Nee. Toch? Geen theatraal. Nee. Zou je dat aanraden? Zou je het aanraden om een opleiding te volgen? Of vind je eigenlijk dat autodidact de weg die jij gegaan bent? Ja, ik denk dat per persoon wel verschilt. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat mensen er dan iets aan zullen hebben. Maar ik vind wel. Er zijn ook wel kleinkunstenaars en cabaretiers die de academie hebben gehad. Kleinkunstacademie of toneelschool. En die daar. Ja, die daar goed door zijn gekomen. Of die ook. Die daar wat aan hebben gehad. En ik heb het niet gemist, laat ik het zo zeggen. Dat was mijn volgende vraag. Ik vind het ook heel link hoor. Want ik vind ook. Bij sommige toneelspelers en cabaretiers zie je ook dat ze een opleiding hebben gemaakt. Gehad. Die loopjes en dat buigen en dat articuleren en al dat. Ik vind wel heel vaak dat het authentieke er een beetje afgaat. Maar ik wil niemand, geen school beledigen natuurlijk. Maar ik weet het niet. Sommige mensen zullen die aan hebben. En sommigen zullen dat niet zullen er zo door veranderd worden dat ze niet meer echt authentiek en niet meer echt uniek zijn. En dat zou ik wel heel jammer vinden. Ik denk niet dat het bij mij zou passen. Dat ik alles ingestudeerd heb. Dat ik alles weet hoe. En ik zou niet weten, wat moet je nou, wat leer je nou via kleinkunstacademie? Ja, dat zal wel loopjes zijn, dat zullen wel liedjes zijn en musical dingetjes en weet ik wat, maar ja. Ja, maar je hebt in ieder geval niet halverwege je carrière gedacht, had ik maar. Nee, ik heb nooit. Ik heb wel academisch voor drama en hoe heette dat toen? De academie in Utrecht en Arnhem en dramatische expressie. Oh ja. Nou ja, ben ik de eerste dag al afgetrapt. Maar dat heb jij nog gedaan? De oriëntatiedagen. Toen kwam ik na 4 dagen thuis, had ik 3 van die scholen gehad. En toen kwam ik thuis en ik dacht, nee, dit is helemaal niks voor mij, joh. En zelfs de 4e was op winterse avond. Ik ging naar Arnhem en toen was ik al zo moe. Ik had net Utrecht gedaan en nog in weet ik veel wat. En toen ging ik naar Arnhem en het was tegen de avond. Ik was een beetje laat en dan liep ik naar die school. Toen zag ik achter de gordijnen zag ik al die mensen weer deze bewegingen maken. En moeilijk een boom en weet ik wat allemaal. Ik ben een spetterend ei nadoen. Ja, dan ben ik omgedraaid op de trein gestapt naar huis gegaan. Ik kon het niet meer aan. Ik denk, dit is klaar. Dus voor mij, ik had deze vorm die ik nu heb niet kunnen doen met een opleiding. Nou, ik heb hier in het Prinsentheater, vlakbij. Een cursus cabaret gedaan hier in Groningen. Ja, Marius Monkau. Oh ja, Marius, ja tuurlijk. Van Marius. Ja. Maar dat paste ook helemaal niet bij wie ik was. Het moest zo in een soort
hoe zeg je dat, vooropgezet idee, terwijl ik juist het organisch wilde laten ontstaan. Ja. Dus ik ben filmen een uit de klei trekker. Ja. En hij wilde van tevoren van dan ga je dus dit doen. Terwijl ik dacht, ja, maar ik wil nog weg. Ik wil nog links en rechts kunnen. Ja. Nou, kijk, het kan me wel heel goed voorstellen dat je een wat jij zegt, een cabaretcursus hebt waarvan je dingen leert als wees duidelijk, kop naar het publiek, weet je wel. Wees duidelijk, praat duidelijk. Vreet die hele zaal op. Kijk om je. Allemaal, maar het zijn meer tips. Dat zijn meer. Of praat het rustig. Kijk, ik begin ook. Ik praat nog heel druk en snel. Maar begin ook als ik oude cassettebandjes terug. Denk ik, oh man, had nou maar iemand toen tegen mij gezegd. Vis een beetje. De grappen waren bij niet te verstaan zo snel gingen. Yeah, weet je? Yeah. Dus ik kan me wel voorstellen dat je iemand meeneemt. Die dat soort dingen aan je meegeeft. Maar snelle tips en tricks. Ja, maar de originaliteit van iemand, ja, die moet je niet, dat moet zichzelf ontplooien. Dat moet je niet laten vormen door een regisseur of een school. Heb je ook het gevoel dat die nou ja, je had het over, je had op een gegeven moment Waardenberg de Jong en Herman Vinkers en toen kwamen wij en Theo Maas. Ja. Toen was er een hele rijke keur aan vormen eigenlijk. Ja. Hè? Ja. En dat nu toch allemaal een beetje uitgefilterd is. Dus je hebt nog wel mooie uitstapjes. Ja. Maar de meeste doen ongeveer. Dat is de vorm. Dat is een heel verhaal. En dat is de nieuwe cabaretier is inderdaad. Wat ik trouwens ontzettend knap vind. Nou, kijk, na ons kwamen man als Goedemond. En nu heb je bijvoorbeeld Patrick Laurij enzovoort. Ja, zeker. Maar het is allemaal. Die ik trouwens beide briljant vind. Maar nou, dat is een vertelvorm. Die hebben een heel verhaal en vertellen. Met decor en een soort theatertoneel wat wij brengen. Dat is inderdaad nog Waardenberg de Jong. Ik doe dat nog. Freek had het vroeger ook met mooie decors, weet je wel, in de Carré-shows. Maar dat is die vorm. Dat zijn er niet veel meer minder, van. Minder, hè? Ja, minder. Zijn minder, ja, klopt. Ja. Ja, grappig. Ja. Grappig, ja. Dus cabaretier is nu ook echt. Ik ben ook geen echte cabaretier, natuurlijk. Ik ben meer entertainer. Maar het echte cabaret is nu wel weer het vertellen, de stand-up comedy en dat soort dingen. Ja. Dat is klopt. Heel erg in. En er zijn een paar mensen verschrikkelijk goed in. De kwaliteit is gigantisch natuurlijk. Ja, absoluut. Ook omdat je misschien niet meer. Nou ja, dat klinkt verkeerd, maar omdat er niet meer of minder gezocht hoeft te worden naar de verschillende vormen. Je kan gewoon kiezen. Oh, ik ga dat doen. Ja. En dan kun je dus heel erg versnellen in kwaliteit. Ja, klopt, absoluut. Terwijl wij nog heel erg. Ik weet nog wel dat ik voor het eerst stand-up deed en ik helemaal niet wist wat het was. Ja. Terwijl ik degene was die het deed. Ja. Ik had geen idee, hoor. Doe maar wat. Grapjes is dat. Ik zou het ook niet. Ik zou het ook heel raar. Ik zou het niet eens. Ik word vaak gevraagd, maar ik zou het ook niet eens durven, man. Stand-up? Ik vind dat heel knap. Ik weet niet of ik het zou kunnen. Nee. Ja, je wordt er ook heel creatief van. Want ik vermoed dat jij dat ook kent. Dat als je jezelf een probleem oplegt, als je iets uitschakelt, dat je daar heel creatief van wordt. Ja, juist. Ik heb wel een paar tekstloze voorstellingen gemaakt. Ja, dan moet je dus nog nadenken van, oh, ik mag dit niet zeggen. Hoe ga ik dan vertellen aan de zaal? Ja. En stand-up voelt een beetje daar ook in die hoek zitten van, oké, ik sluit alles uit, alleen de microfoon en dan moet het nog steeds tof zijn. Ja, grappig, ja. Nee, ik moet sowieso. Dat ik opkom met alleen een microfoon is. Misschien komt dat ooit, maar ik moet wel een auto onder de reet hebben. Of een autopad. Of een vlieger opkomen. Of een luchtballon. Er moet wel iets gebeuren. Ja, heerlijk. Nou, ik eindig altijd met twee laatste vragen. Ik wil je in ieder geval gezegd hebben dat ik heel veel van je geleerd heb in mijn begin. Nou, wat leuk, man. Wat leuk. Ja, veel mee in de zaal gezeten. Ja. Trouwens, dan wil ik je ook even aanvullen. Dat heb ik ook, hoor. Ik heb meer. Kijk, we hebben nou die Kleinkunstacademie hebben we het over, dat soort dingetjes, weet je. Maar ik heb ook zoveel geleerd van heel veel naar theater toe gaan. Ja. Ik ging zo vaak naar theater kijken naar wie dan ook, Robert Long en naar Bram en Freek. Daar heb ik heel echt van geleerd van hoe je zo'n zaal opvreet. Dat vind ik, en Herman van Veen ook, die door de zaal in Carré rende en alle dingen. Maar dit kan ook. Die stoelleuningen liep die zo. Man. Toen dacht ik, ja, maar vissen, dit kan ook. Dit is ook mooi theater. Ja, zeker. Dus ik heb ook heel veel geleerd van andere. Ik ook. Ik weet nog wel dat ik. Toen Oosterpoort had je dan al de. Dat was dan de middenzaal van Groningen. Ja, klopt. Misschien nog steeds van zo, dat weet ik nog niet. Ja. Maar ik had alle cabaret gekocht. Ik had een lening bij mijn vriendinnetje van. Oh, mag ik wat geld nemen? We gaan alle cabaret kopen. Ja. Alles gaan kijken. Maar wat ik ook heel tof vond, destijds was Marcel Boon nog bezig. Ja. Misschien ook nog wel. Robert Brouwer en Marcel Boon, die periode. Robert ben ik toevallig een half jaar geleden nog tegengekomen. Oh ja.
Maar Marcel Boon, die zag mij spelen in 1672. Een heel klein cafeetje waar ze ook een podiumpje hadden. En die heeft mij toen mee uit eten genomen. Die zei, goh, wat leuk dat je ook het vak in wil. En toen hebben we een hele avond over het vak geluld. Terwijl ik niks te vertellen had. Wat leuk. En hij betaalde het eten, want ik was student. Dus ik had ook niks te... Ja. Maar dat heeft hij me heel veel ook geleerd. Van, oh, je moet daar even op letten. En kijk daar. Ja, dat was echt te gek. Leuk zeg. Ja. Super. Ja. Ik sluit altijd af met twee vragen. En de ene is altijd wat moeilijker dan de ander. Maar is er iets wat je nu weet, wat je heel graag in het begin van je carrière had willen weten? Dat je gedacht, oh, als ik dat toch geweten had in het begin, dan was ik zoveel beter uitgekomen. Of zoveel was sneller gegaan. Dit is te moeilijk, hè? Wat had ik willen weten over mijn beginperiode? Nou, ik zal een voorbeeld geven. Ik zelf bijvoorbeeld had heel graag geweten dat doodgaan erbij hoort. Je gaat in het begin ga je wel eens kapot. Ja. Dan mis je de aansluiting met het publiek. Ja. Nou, de eerste keer dat mij dat overkwam, dacht ik echt, nou, ik kan dit dus niet. Ik kan gewoon, dit is niet voor mij weggelegd. Ja. En later hoorde ik dat, oh nee, dat heb ik ook gehad. Dat had ik heel graag geweten. Had ik aan het begin... Het is een moeilijk gestelde vraag om mensen die nu zitten te luisteren, die willen beginnen, misschien wat aan kunnen hebben. Nou, wat mij betreft had ik in het begin maar geweten, had ik maar een lijst gehad in die tijd van plekken waar ik absoluut niet had moeten staan. Wat niets aan mijn carrière heeft bijgedragen. Wat alleen maar mijn carrière naar de klote heeft geholpen. Dat ik s'nachts lag te janken. Bijvoorbeeld bij het koor, van het studentenkoor. En dat bierflessen en tampons en alles over het podium vloog. En dat ik stond te janken buiten en denk, wat doe ik hier? Ik moet nog naar huis ook en ik krijg mijn geld niet. Want ik heb maar 10 minuten opgetreden in plaats van een uur. Had ik in het begin maar een lijstje gehad van dingen waar achter had gestaan, of van de optreden waar had gestaan, niet doen. Ja, Pep, ja. Daar moet jij niet naartoe. Dus geen studentenverenigingen? Wel, dat klopt niet, want er zijn ook hele leuke. Je kunt niet generaliseren. Maar we hadden toen ook een toertje door Overijssel. En het was een toertje van over 10 jongerencentra. Maar die zaten in bunkers en in oude boerderijen. En die jongelui, ik was gewoon hun avond aan het bederven. Ja. Want omdat kwam de cabaret, dus ze ging er allemaal uit. En af en toe zag je een hoofd door de deur van, verdomme, hij is nog steeds bezig, weet je wel. Dat heeft niets bij. En dan kan ik wel zeggen, ja, dan word je doorgehard. Helemaal niet. Had ik toen maar een impresario gehad die had gezegd, daar en daar en die en dat doen we niet. Ja, maar in het begin doe je alles, toch? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ik heb weer optreden. Lala. Ja. Ik weet nog wel dat ik inderdaad ruzie had over betaling. Dat ik moest optreden voor een studentenvereniging, 's middags om 2:00. Ja. En toen ik aankwam, zei ze, ja, de entertainment van gisteravond is niet opkomen dagen. Dus we hebben iedereen door laten zuipen. Dus niemand heeft geslapen. Iedereen is nog steeds dronken. Oh, ja. Succes. Oh, dus zou ik twee keer 3 kwartier spelen. En toen heb ik gezegd, nou, dan maak ik een uur van. Ja. Misschien dat ik het dan red. En ik redde het wonder wel ook nog. Ja, ja. Ik heb een uur gespeeld en toen kreeg ik een boze brief dat ik 2 keer 3 kwartier had afgesproken, niet een uur. Toen ik dacht, ja, maar ik heb jullie gered, man. Ja. Had ik spijt dat ik niet weggegaan ben. Ja, dat ik toch op. Nee, ook datzelfde ook meisje bij me kwam in de kleedkamer. En, wat 10 minuten spelen? Maar luister nou. De meiden staan naakt op het bad te dansen. De bierflessen vliegen op het podium. Mijn piano is al zeiknat. Er wordt geschreeuwd van broek uit. Dit kan toch niet, joh. Dit is toch... Ik loop hier in de hel. Dat kunnen we niet helemaal betalen. En dan ben ik helemaal naar... snollen ballen veen gereden. En Rick, 's nachts naar huis in mijn lelijke eentje. Was ik om 4:00 morgens thuis. Had ik dat maar geweten. Wat kun je dan mislukt voelen, hè? Ja, verschrikkelijk. Oh man. Omkleden in een bierrok, daar wil ik ook nooit mee doen. Het waren een paar, het zullen misschien maar 10 zijn, maar had ik maar een top 10 gehad van plekken waar ik niet had moeten staan. Ja, wat een goeie. Ja. Gaan we aanmaken. Ja, dat gaan we doen. Oké, laatste vraag. Er zit nu iemand te luisteren die denkt, oh, de cabaret, dat is wat voor mij. Ja. Wat is de allerbeste tip? Spelen. Met wat? Maar je moet wel dingen verzinnen. Zelf, maar gewoon, al is het maar voor je familie, al is het maar voor je opa en oma, maar vlieguren maken. En ga naar cabaretcursussen op mijn pad, of ga vraag een cabaretier om eens te helpen, of eens te kijken. Maar je moet wel wat gaaf hebben om dingen te kunnen maken, te kunnen schrijven. Ja, of je moet tekstschrijvers hebben. Maar het is... Kijk, het is niet zo van zoals het lijkt van ik verzin een leuke grap en dan ga ik mijn podium op. Zo is het niet. Het moet goed in elkaar steken en
dat is je eerste talent. Die moet, ja, dus kun je schrijven en kun je het ook brengen. Ja. Die twee zijn het belangrijkste. Ja, in mijn boek schrijf ik schrijven, spelen. Ja, echt. Ja. En het hoeft helemaal ingewikkeld te zijn. Loop maar de straat op. Ik ga straks naar de Jumbo hier om de hoek. Nou, ik weet nu al dat ik alweer iets in de Jumbo zie van... maar schrijf het op. Maar werk het uit, persoonlijke dingen. Als dat goed werkt en een goede groep grap in zit... dan moet je het nog durven en kunnen brengen, maar vlieguur is geen school, niks, geen leraar, niks, gewoon veel. Ja, je leert niets van, niet zoveel als op een podium, toch? Ja, en je gaat absoluut, en ik ben ook, en Joep ook, en Jochem Meijer en allemaal, we zijn ook allemaal flink op onze smoel gegaan. En dat hoort er ook bij, en dan niet opgeven. Als je dan doorgaat, durf, dan, lef. Ja. Maar nooit laten zeggen, had ik het maar geprobeerd, want dan is dat te laat. Dus als je denkt, ik wil dit met heel mijn hart en ziel, dan moet je dat doen. Doet. Jacques Brel zong altijd, voor wie wacht, komt alles te laat. Nou. Wat een prachtige slotzin. Hey Bert, hartstikke bedankt, man. Ja, met graag gedaan, zijn beste man. Met plezier. Tot zover de podcast Zo maak je een cabaretprogramma. Met als gast Bert Visser. Wil je het boek hebben waar deze podcast op is gebaseerd? Bestel hem dan bij www.uitgeverijnanda.nl. Dan steun je de makers en niet de bol.com'en van deze wereld. Dank voor het luisteren. Grote dank natuurlijk aan Bert. Productie lag in de handen van uitgeverij Nanda. Voor meer informatie ga naar www.sylvesterzwaneveld.com. Muziek was van Ben Sound en heet Funny Song. Tot de volgende keer.